Wat kunnen we voor? Je bent opgeblazen. Dude, je bent opgeblazen. Ik kan toch niet van één creeper... Huh? Hoe kun je daar meteen van dood gaan? Oh wacht, het is omdat je hem op hard hebt gezet. Ja, we spelen op hard. Dat is wel extra uitdagend. Hey Bergel, want normaal is dat eigenlijk helemaal niet mogelijk dat je gewoon van één creeper dood gaat. Ja, het is wel mogelijk op hard, maar... Oh, koeien. Voedsel. Het is al echt moeilijk op hard. Misschien dat het daarom hard heet. Dat zou best kunnen. Hoppa, koeien gaat dood. Hoppa. Die cows die. Waarom ik mushrooms aan het verzamelen ben, weet ik niet. Want je... Wow! Oh, fuck! Hé, hey, er zit hier een ravijn. Ah, oh, fijn. Een ravijn. En wat fijn. Een ravijn. Een fijn ravijn. En er zit hier een koe. Meerdere koeien zelfs. Ik dacht dat die koe in de grond zat. Maar die zat niet in de grond. Koeien in de grond? Grondkoeien. Koeien uit de grond. Oh, je zijn mijn spullen. Volgens mij kan ik hier een hele makkelijke manier naar beneden maken. Door. Ja. Eens kijken of we zaadjes kunnen krijgen. Want ik ben nu allemaal van die... Ja, ik heb zaadjes. Oh vet, ik ben in het ravijn. Kijk, als we zaadjes hebben, kunnen we brood maken. Oeh, dat is ook wel een goed idee. Ik ben even het ravijn aan het verkennen. Afijn. Afijn, een ravijn. Een verkend ravijn. Andere mushrooms. Nice, rode mushroom. Dat betekent... Dat we voedsel hebben. Oh, nog 15 minuten. We hebben nog 15 minuten om te spelen. En dan gaat de server hier starten. En ga ik mijn bed in. Ja, ik ook. Want ik heb en dan waterpolo training. Waterpolo. Dat is best zwaar, hè? Dat is best pittig, ja. Maar wel leuk. Mooi sport. Het schijnt ook toch dat het heel heftig is. Ja, het is niet een hele makkelijke sport. Maar het gaat toch ook best hard. Dat is ook met handbal trouwens. Handbal, daar wordt ook best wel op neergekeken. Hey, lava. Ja, maar het is meer. Het is echt zo'n sport die niet heel super bekend is. Koeien! En rode mushrooms. Ik heb ook rode mushrooms. En ik heb lava. Ik heb je spullen gevonden. Nee, serieus? Ik heb je spullen gevonden. Nice, waar lagen ze? Ja, hier dus. Wat? Wat? Ik ga terug naar boven komen. Oh, zombie. Hallo, dag zombie. Ik ga weg. Ik wil niet bij jou. Oh, ik zie alleen geen ravijn in de buurt. Nee, ik zit echt. Ik ben helemaal de andere kant op gegaan. Ik zie nu allemaal koeien. Heel veel koeien. Serieus? Ja. Nice. We hebben wel weer geluk gehad, zeg. Oh, echt. Dat is echt nice. Al het ijzer teruggevonden. Dat is echt goed. En nog meer schapen hier. En varkens. Oh, maar dan heb je ook alle wol. Dan kunnen we de nachten overeen slaan. Kunnen we het bedden maken. Precies. Nice. Ik ben omhoog aan het gaan. Wee. Oh, kut. Ik ga dadelijk wel dood. Dan maar even eentje hapje. Eentje zo eten. Rap. Ik ga terug naar huis komen. En hier is lava. Volgens mij zitten wij gewoon op hetzelfde stuk. Nou, tenzij je in een ravijn zit. Zitten we niet hetzelfde stuk. Ik sta nog bij zo'n lavapit. Oh, dan... Nee, maar volgens mij ben je net... als je de deur uitgaat, rechtdoor gegaan. Ik ben zeg maar met je rug naar de deur toe staat, naar linksachter gegaan. Ik heb geen idee welke kant ik ben. Ik ben alleen zwaar verdwaald op dit moment. Uh-oh. Dat is altijd zo'n nadeel van Minecraft. Je hebt geen idee waar je bent. Nou, dat is niet heel handig. Okay, ik ga proberen mijn richtingsgevoel. Oh, maar dan moeten we een kompas maken. Dan moeten we redstone hebben. Als we dan twee bedden maken, dan kunnen we terug. Kijk, ik ga mijn gevoel. Want ik heb heel veel dingen kapot geslagen en die liggen er nog. Dus ik heb een soort van spoor achtergelaten, onbewust. Een soort van kruimeltjes spoor. Ja, precies. Oké, wat ga ik maken? Ik ga in ieder geval eerst voedsel koken. Hoe ga ik voedsel koken? Oh, hiermee.
Raw beef. En we gaan iron gaan we koken. En ik ga... Ik heb 6 ladder. Wat kan ik daarvan maken? Leeg broek. Nee, niet eens. Dan kom ik 1 leer tekort. Ik kan een leren helm maken. Vet. Ik heb een leren helm. Maar dat past wel, want ik ben een ranger. Een ranger. Dat klonk ja. Raar. Juist. Een ranger. Dat klinkt een ranger. Een ranger. En we hebben mushrooms. Die kunnen we erin doen. We hebben eggs, feathers, raw chicken. Seeds. Ladder. Nou, we komen er wel. Ik bedoel, we zijn al een uur aan het Minecraften en we hebben al bijna, zeg maar, een beetje de basisbeginselen bij elkaar. En we spelen op hard. En we spelen op hard, inderdaad. Ik bedoel, dat moet je niet vergeten. Let's chop some trees. Dat is wel, ik voel me moeilijker. Ik voel me echt hulpeloos, joh. Waar ben je? Ik weet het ook niet. Wacht, ik ga eens een stukje naar de kant op te lopen waar ik denk dat jij bent. En dan ga ik hopen dat ik... Ik ben gewoon rechtdoor, van als we de deur uit zijn. Ja. En dan die kant op. Ik ga eens ergens een boom staan, misschien dat ik dan oriëntatiepunt zie. Zie je mijn naamplaat al ergens? Ik zie die van jou nog niet. Even kijken. Dude, je bent echt heel ver naar het noorden gegaan, of niet? Ik vind dat dit het noorden is. Ja, dat zijn meerdere Tidi. Zeg maar, als je de deur uitloopt... Oh, ik heb een idee. Sta je bij het huis? Nee, niet meer. Ik sta nou bij een hoop... Oeh, koeien. Ik zeg het en tegelijkertijd denk ik... Ah, leer en voedsel, dankjewel. Hoppa. Ik heb wel een idee. Weet jij nog een beetje waar mijn spullen lagen? Kan je daar terug naartoe gaan? Druk eens op F3. Op F3? Ja. Oh ja, dan zie je X, Y en Z coördinaten. Oh ja, wacht. Wat is je X? Mijn X is 621. Mijn Y is 62. 621. Oh ja, kijk. Hoe moet je daar naartoe? Wat is je Z? Min 125. Min 125? Ja. 104. Ja. Oh nee, wacht even. 1250, kan dat wel? Ja, sorry. Lala, er zat nog een cijfertje bij. Min 1210. Het is inderdaad min 1000. Min 1060. Als het denk goed ik, is ongeveer het huis. Als het goed is, moet ik nu in de buurt van je komen. 631, 63 en min 1156. 1156. Oh ja, ik zie het. Ja! Oh, nice. Dit was wel slim wat we deden. We hebben maar een klein beetje gecheat. Nee, het is geen cheat, hè? Jawel. Het is gewoon een basisfeature van Minecraft. Jawel, maar F3 vind ik een beetje cheat. Dan vind ik dat we eigenlijk gewoon, zeg maar, mods moeten gaan installeren. Met mappen en zo, dat is makkelijker. Ja, dit is geen mod. Nee, klopt, maar dit is meer een soort van debug tool. Is gewoon slim om te doen. Oh, Colin, ik zeg we gaan een bed maken, we gaan pitten en we houden het voor gezien voor vandaag, want ik ben echt brak. Oké, heb ik echt één probleem. En dat is? Ik mis één wol. Nee, wacht. Misschien? Oh nee, crap. Ik denk, hebben we nog genoeg spider string? Maar hoeveel heb je er? Hoeveel spider string heb je? En 0. We missen 1 wol, serieus? Ja. Oh, damn it. Echt, wacht, ik ga weer ook een cap maken. Nee, we gaan op spinnenjacht. Hier, heb je een cap? Dan kan je... Oh, wacht, hier. Alsjeblieft. We gaan zo meteen op spinnenjacht. Dan gaan we op spinnenjacht, inderdaad.
Are thou ready? Oh, eerst even een chest maken, want ik heb nu echt alle iron. Echt alle iron. Kijk, dat is iron. Oh, double chest. Ik zeg, mijn bed zetten we alvast neer. In de eigenlijk nog wel veel te donkere kamer. Goed. Mochten we nog een schaap tegenkomen, schrik. Ik moet eten. Er zit nog wat koekjesel in de... Ja, ik heb het gevonden. Ik had de helft van je overgelaten. Oké, ik zeg yep. Op zoek naar de spin. We hebben er nog 6 strings nodig. Daar zijn spinnen. Daar, oh, hoeveel hadden we er willen hebben? Oh nee, creepers. Oh nee. Hold op, boom! Dat is 1 string. Als jij het beest... Wow! Hoeveel damage doen die dingen? Wow! Nee, kut! Nee! Ah, help, ik wil terug naar binnen. Hoeveel schade doen die dingen? Oh, holy shit! Echt? Holy fucking shit. Wacht, ik ga even in ieder geval het bed alvast even als spawn point gebruiken. Even. Hoeveel schade doen die? Ja, weet ik veel. Veel. Holy shit. Echt ziek, die beesten. Daar liggen strings. Daar liggen strings. Ja, we hebben genoeg. Nee. Ik kill me niet. Ga dood. Okay. Nee. Daar ben. Oh, nee. Nee! Oh, wacht, ik heb de string. Ah, en ik ga naar binnen. Ik heb hem. Oh, nog vijf minuten. Oh, dit wordt gewoon echt. Dit is te erg. Maar dan, volgens mij moeten we 9 string hebben, by the way. Ja, maar er zitten er nog een paar in de chest. Oh, oké. Okay. Oh, die haak ik niet. Oh, wacht, nee, we hebben 4. Ah, wacht, we hebben 4 string nodig. Nice. En 2 wol. Nice. Ja. Oh, bed komt eraan. Ikeboe. 1, 2, 3. Even kijken. 1, 2, 3. Ik heb een bed voor je gemaakt. En ik ga hem nu neerplonken. Als je... Oh. Nee, wel bij de muur. Okay. En nu kunnen we de nacht gaan skippen. Zo, hier. Oké, gaan we. Doei nacht. Olé, server restarting in 5 minutes. Nou jongens, ik denk dat het eigenlijk wel mooi is geweest. Ik zeg, nieuwe dag, nieuwe kansen. Volgende keer een nieuwe video. Colin, bedankt voor deze leuke survival. We gaan volgende keer gewoon verder op hard. Ik wil zeggen, we gaan volgende keer gewoon hard verder. Ja, we zijn best. Nou, ik vind het best aardig gaan wel. Ja, ik vind het wel leuk inderdaad. Maar ik ga even wel... de server gewoon open houden. Als andere mensen een keertje zin hebben, dan ga ik misschien ook gewoon door survivalen. Dus het kan zijn dat als jullie de volgende keer terugkomt, dat het al iets verder en beter is geworden. Oh, gewoon zonder mij verder. Ja. Als we niet in mijn bed gaan slapen. Oh, dat vind ik eigenlijk wel een goeie. Wacht, we gaan even een bordje maken, want dit is zeg maar jouw bed. Ze mogen precies, niet iedereen die wil survivalen, moet zijn eigen bed verzorgen. Ja. Even een bordje maken... Kijken, dan doen we die. Plankjes daarboven. En dan gaan we... Wow! Ik krijg ja, je krijgt nu 3. Ja, ik krijg 3 bordjes. What the fuck? Oké. Okay. Colin_Lee. Je hebt je eigen bed, alsjeblieft. Ja, nu jij nog. Dit is het bed van... Ilko Vlogging. En het volgende bed is voor Unknown. Okay. Misschien dat we dan ook zeg maar een chest hier zo ervoor, dat is best logisch. Ja, dat je gewoon je eigen chest met shit hebt, zeg maar. Precies. Dat je in ieder geval aan het einde van de aflevering je shit uit je inventory daarin kunt dumpen. In ieder geval dan je waardevolle dingen. Dingen die je vindt, zeg maar, zoals diamanten en zo. Ja, maar misschien gewoon handig om alles erin te dumpen, zeg maar. Ja. Nou, diamanten moet je eigenlijk wel moeten samen doen. Dat vind ik ook wel leuk. Eerlijk delen. Eerlijk, zullen we alles delen? Of, nou kijk, weet je, ik moet een beetje aan een... Zo. Ik dacht aan dit principe. Ik vind het zo mooi. Ik vind het ook eigenlijk wel vet zo.
Nou goed, zoals ik ook al zei. Oh, dat vind ik eigenlijk wel veel leuker zo aan het voeteneind van het bed. Ja. Zijn we net. Er zit niks in, is poef. Oké, op. Alles eruit voordat de server gaat restarten. Colin, dankjewel. En tot de volgende keer. Misschien met mij, misschien met iemand anders. Ah nee, tot de volgende keer met jou dan. Oh, oké. Okay. Nou goed. De groeten. Doei doei. Oh ja, en vergeet niet te subscriben op de Creeper Channel. Of op mijn nieuwe kanaal, Game Nerds. Game Nerds? Oh. Ja. Nou. Je ligt een beetje achter, Helco. Ja, klopt. Ik heb veel te weinig tijd om Minecraft-video's te kijken. Knal hem even op door op Skype, maar dan knal ik hem ook eronder bij even. Prima. Doei. Later. En...